met Jan Jacob. 50! 50! Ik wil een andere lens opzetten. Een andere lens. Groot ook, Jan. Hij draait dikke stuk naar voren. Ja, maar hij nou dat gaat schieten, zou ik zeggen. Hij zit aan de spil nog. Hij zakt naar beneden. Ja, hij zit er aan beneden. Ja. Hoi, Toon. Ja! Hey, Jan, hij is weg! Hey, joepie! Ja, hey! Ja, joepie! Hey, dankjewel! Kijk, hoi! Dat is prijs schieten, hè? Ja, dat is prijs schieten. Zeg het nog eens. Dat is een kwestie van goed richten en dan af laten gaan, hè? Ja, net zijn jij de anders, op het juiste moment trekken. Kijk, en dan zal ik. Dan zullen we eens even tonen wat we nou voor geschoten hebben. Hey, Toon, ik heb toch een best. Mooie, lekkere, slanke worst. Alsjeblieft, Jan. Kijk, die zou ons keer ook wel een stuk lussen. Kom maar eens hier. Want u geeft dan de opbrengsten van vandaag, die geeft hij aan uw zus? Ja, die stuur ik op naar mijn zus. Want ze komt pas over 3 jaar komt ze weer naar Nederland. En wordt de volgende opgestuurd. Nou, even een hele andere vraag. Kermis en hier de gilde en zo, hè, wat er gebeurt met de kermis. Heeft dat nou ook religieuze achtergrond? Gilde is van oorsprong nauw verbonden met de kerk. Dat is wel een beetje verwaterd, geloof ik. Maar ze zetten zich wel in voor kerkelijke plechtigheden en voor kerkelijke doeleinden. Jawel, zoals dit vind ik weer een heel mooi doel, dat ze geld verzamelen voor het werk van mijn zus in Borneo. Om arme mensen te helpen, zieke mensen. Ja. Nou had ik toen het kermis was en nu heb ik aan verschillende mensen de oorsprong van de kermis gevraagd. Blijkbaar zijn er 2 verhalen. Eentje van de handels, maar de andere zegt dat het van kerkmis afkomt. Kunt u daar iets meer over zeggen? Dat het van kerkmis afkomt lijkt me een sterk verhaal. Ik weet verder niet waar kermis vandaan komt. Oké. Dus u gaat ook gewoon even lekker naar de kermis, puur ter ontspanning. Ja, ik heb er wel schrik in. Tussen al die mensen, dat vind ik altijd heel, heel leuk. Veel kennissen ontmoeten. En even meeschieten vind ik ook wel leuk. Je kan niet schieten, maar hij was net raak. Ja. Nou, je mag het denk ik daar nog een keer proberen, of niet? Ik denk dat ik koning word. Lijkt me hartstikke leuk. Pastor was koning. Dank u wel. Dag.